Op 14 september organiseerde de stichting ASHRA een informatieve middag over mannenemancipatie en gezondheid. Dat is verankerd in de grondwet, dus ook in het juridisch. Volgens wethouder Balduzing is mannenemancipatie positief voor vrouwen en mannen. Als je het over emancipatie hebt, vind ik gewoon dat we dat met elkaar moeten doen. Dus als u bedoelt, je kunt alleen maar vrouwenemancipatie bereiken door ook mannen te laten emanciperen. Nou, op zich is dat prima, denk ik. Maar het feit is wel dat juist in het emancipatieproces van vrouwen in ons land, in onze stad, mannen soms een belangrijk obstakel zijn. Dus het is natuurlijk wel belangrijk om met mannen te blijven praten, om de voordelen te laten zien van met elkaar, zeg maar, emanciperen. Bezoekers konden zich ook laten informeren over het verbeteren van hun gezondheid. Je ziet binnen de samenleving, als je kijkt, dat heel veel mensen boven hun gewicht zijn. Ze zijn erg zwaar, ze zijn veel zwaarder dan ze hadden moeten zijn. En dat is dan niet goed. En Nederland wil graag een gezonde samenleving. Dus ASHRA gaat zeker keihard werken aan een gezonde samenleving.